In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag doen we een uitstapje naar het Nieuwe Testament. Naar een van de brieven van Sint-Paulus en wel de brief naar de Romeinen. En dit is een krachtige vers. Dit is een vers die hoop geeft, die aanmoedigt. En we gaan hem samen lezen. Deze vers staat in hoofdstuk 5, vers 3 tot en met 5. Dus ik smokkel een beetje, want het zijn iets meer versen. Maar het is makkelijk onthouden, want het is. 5,5 5, en dan die twee versen ervoor. Oké, okay? Romeinen 5,3 tot 5. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. door de Heilige Geest die ons gegeven is. En zoals ik het me voorstel als ik deze vers lees, is het eigenlijk een soort van trappetje, wat je krijgt. Hè? Dus hij zegt eigenlijk: um, we zijn blij met de verdrukkingen, we zijn blij met de moeilijkheden die we meemaken, want die moeilijkheden geven ons volharding. Volharding is ook wel een woord voor doorzettingsvermogen. Die volharding die geeft ons ondervinding. Ondervinding is een ander woord voor ervaring. En die ervaring geeft ons hoop. Dus het is eigenlijk een soort van trappetje. Hè? Dus als ik moeilijke dingen meemaak, ook al vind ik het niet leuk, dan weet ik in ieder geval dat ik daar een doorzetter van word. God wil dat ik een doorzetter word in een bepaald iets. Als Hij mij moeilijkheid geeft in een bepaald opzicht in mijn leven, dan wil Hij dat ik daar door kracht en geduld een doorzetter in word. Want als ik blijf doorzetten, als ik dat geduld op kan brengen met Gods kracht erbij, dan word ik een ervaren persoon. Dan weet ik wat het betekent. Om Gods nabijheid te kennen, om Gods wil in mijn leven uh, vorm te zien krijgen. Dus door die doorzetting krijg ik ervaring. En die ervaring uiteindelijk, doordat ik weet wat God van mij wil... dan heb ik hoop. Heb ik hoop in Gods liefde. Die liefde is niet zomaar een woord. Die liefde is Gods boodschap aan ons, omdat hij ons dicht bij zich wil hebben. Dus die hoop die hij ons heeft gegeven als een soort van, van brug naar zijn liefde... zijn liefde die lang en eeuwig is... zijn troost die voor alles nuttig is... ook voor die verdrukkingen waar we überhaupt mee zijn begonnen... Dit is wat God voor ons wil in ons leven op dit moment. Zodat we in zijn liefde kunnen genieten tot in de eeuwigheid. God, zijn plan voor ons is groter dan voor het stukje hier op aarde. Hij wil meer en meer en meer voor ons. Hij wil beter, beter, beter voor ons. Dus dat stukje hoop, dat is wat we krijgen als een soort van. Uh, um, uh, resultaat van die verdrukking die God heeft toegestaan, die ervoor zorgt dat ik een doorzetter word, die ervoor zorgt dat ik ervaring heb met het hebben van God in mijn leven. En die hoop is daar het resultaat van, waardoor ik daarna kan genieten van Gods liefde. Want ik heb hoop dat God mij dat wil geven. God geeft mij bij die verdrukking troost en liefde en allerlei mooie dingen. Misschien niet op mijn manier, misschien niet op mijn tijd, misschien op het moment dat Hij het wil. En misschien is dat moment wel lang, 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 lang. Ver, ver in de toekomst, als ik op mijn sterfbed ligt en daarna uh, mijn eeuwige reis ga maken. Dat kan, dat weet ik niet. Weet ik je niet, weet jij niet, weet niemand niet, weet God. Maar dat weet ik. Ik ga het beter leren kennen, ik ga het beter leren horen als ik een doorzetter word, als ik ervaring heb met hoe God met mij omgaat en tegen mij praat. Dus heb kracht, heb geduld en weet dat deze vers ons. Uitlegt hoe we om moeten gaan met die moeilijkheden. Want die krijg je sowieso. Die, die, die zijn er. Die zijn niet leuk, die zijn er wel. En ook in die moeilijkheden is het soms, is het soms lastig, en is het heel vaak eigenlijk lastig, om te weten wat God voor ons wil. Maar weet dat God een bedoeling heeft. Het is niet zomaar, het is niet om je te pesten, het is niet om vervelend te doen. Je moet het wel willen zien. Dus ook al zit je in de put, daarom is het belangrijk om Gods woord in je hart te hebben, om het goed te lezen, om het goed te begrijpen, want op die momenten moet je het hiervan hebben, moet ik het hebben van dat ik weet dat mij beloofd is, dat die verdrukking niet voor niets was, dat ik hoop krijg dat ik liefde krijg en dat ik een doorzetter word. God heeft mij die dingen beloofd. Ik wil die dingen hebben. En op de momenten dat ik het moeilijk heb, dan moet ik dat wel willen zien. Dus misschien moet dat van tevoren. Misschien moet ik daarom eerst de Bijbel lezen voordat ik in moeilijkheden terechtkom. Wacht niet totdat het al te laat is. Totdat je al in de put zit voordat je daar probeert uit te komen. Nee, maak jezelf krachtig met Gods woord. Nu al, niet dan pas. Ja? Dus met kracht en geduld krijgen we hoop en liefde. Door al die andere dingen die ik net ook heb gezegd. Romeinen. Hoofdstuk 5, vers 3 tot en met 5. Lees het nog eens, maak het je eigen en maak dit jouw wapen om het leven te leven, om de wereld aan te kunnen. Want de wereld doet het niet voor jou, God doet het voor jou. Ik zie je bij een volgende aflevering van het Woord van het Leven. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.